Wat doen we nu als ik in ieder geval mijn slide pack wil openen? Nou ja, daar gaan we. En Bart zal dit herkennen als een compleet ander slide deck dan dat ik vorige week heb gebruikt. Maar die staan deze slides. Ja, als je kijkt naar www.dnsschool of NGN DNS School, dan staat er in het drop-down menu staat er ergens slide decks of slides of iets dergelijks. Daar staan de links naar de keynote files. Dat is het originele format waarin deze slides zijn gemaakt. Ja? Ik wil misschien die spelfout wel geven. Ik ben heel slecht in spelling. Ik zie niet dat er... Welke? De eerste A van ESA. Oh god. Nou ja, die zit er ook al een tijdje in. Snel naar de... Hoe dan ook. Dank je. God, wat embarrassing. hoe dan ook, de slides staan op de website. Ik update dat ook hè, als we dat gebruikt hebben. De originele files zijn keynote files. En er staan ook nog links naar PDF en naar PowerPoint. En de PowerPoint is een export vanuit keynote naar PowerPoint. Het kan zijn dat dat materiaal niet zo heel erg mooi transponeert als het gaat om animaties en achtergronden. Maar het materiaal is er wel allemaal. Goed, de DNS, daar beginnen we mee. DNS is een client-server protocol, een naming system met nogal wat informatie. Begint eigenlijk met applicaties, devices, die hebben informatie nodig. Dat halen ze uit het DNS. Over het algemeen zijn dat domme apparaten. Die kunnen eigenlijk maar één ding doen. Die gooien een vraag, een query, af vanaf hun stub resolvers. Vaak een applicatie library of een ding in het OS. En die vraag die wordt afgevuurd naar een recursive name server. Soms is het zo dat de recursive name server ingebouwd zit in het OS of zelfs in de applicatie. Je ziet wel bewegingen daar naartoe. Hè. Chrome heeft bijvoorbeeld zijn eigen recursive name server. Er zijn nogal andere producten die het ingebouwd hebben. Hoe dan ook, het concept blijft eigenlijk hetzelfde. Een apparaat stuurt een query af naar een recursive name server. Die recursive name servers, dat zijn typisch de apparaten die op een grens van ISP zitten of in je enterprise leven. De recursive name server, die vragen de vragen aan authoritative servers. En die authoritative servers hebben allemaal een klein stukje van de... van de namespace beschikbaar die ze kunnen opleveren. De DNS namespace kennen jullie allemaal als een grote boom. Begint bij de root. Daarna heb je top-level domains, de TLD's, .com, .info, .nl, .de, .uk, .org, noem ze maar op. En daaronder hangen de namespaces van bedrijven, van instanties, van mensen. DNS is ongelooflijk distributief. Dat maakt het systeem ongelooflijk schaalbaar. Die hele infrastructuur hier is geïmplementeerd in honderdduizenden machines. Die authoritative namespace, recursive namespace, recursive servers, dat zijn vele miljoenen servers. En over devices maar niet te spreken, dat zijn er miljarden. Dit systeem is gebouwd in een tijd dat het internet nog klein was en was eigenlijk een transitie van een flat file, de host.txt file, naar iets wat iets schaalbaarder zou moeten zijn. De oorspronkelijke ontwerpers zullen nooit gedacht hebben dat het zo geschaald zou hebben als nu. Het is eigenlijk het enige systeem in het internet wat zo verschrikkelijk goed geschaald heeft. En wat globaal bereikbaar is en zijn dingetjes doet. Nou, dit plaatje kennen jullie denk ik allemaal, maar
Dit is even voor je ter herinnering. Hè? De stub resolver, dat ding in je apparaat. Even een zijstraatje. Wie van jullie gebruikt al DNSSEC als hij resolved, hè? Als hij doet al validation? Is er al iemand? En twee mensen. Wie van jullie heeft een T-Mobile data abonnement? Jammer. Dat waren volgens mij dezelfde mensen die hun hand opstaken dat ze al validating name servers doen. Want T-Mobile heeft een recursive name server op zijn datanetwerk staan dat DNSSEC doet. Niemand weet dat. Niemand is daarvan bewust. Maar daar wordt dus al beveiligd. Even voor wat context. Name server, als je hem opstart, is hij eigenlijk helemaal leeg. Er is één stukje configuratie en dat heet de hints file. En de hints file die zegt, als je meer wil weten over de namespace, dan zijn er een aantal servers die weten alles van die namespace, dat zijn de root servers. En die kun je op een bepaald aantal IP-adressen vinden. Dat is de root hints file. Daarmee configureer je een recursive name server met zijn kennis over de wereld. En in het internet, nou, je kunt verschillende namespaces hebben. We gaan in het lab werken met een andere namespace dan de echte namespace. Maar de namespace zoals we hem kennen op het internet is de namespace zoals die door IANA beschikbaar wordt gemaakt. IANA is een organisatie in de VS die administreert welke top-level domains er zijn. Dat zit ICANN zit daarachter als een proces voor de policies en dergelijke en IANA administreert dat. Je hebt misschien wel eens gehoord van alternative routes, dat zijn andere namespaces. Het kan zijn dat de hele namespace zoals we hem kennen daar al in vervouwen is, maar het kan ook zijn dat dat niet het geval is. Als je in een intranet zit, heb je het over het algemeen over de namespace binnen dat intranet. En wijs je dus in wezen naar een andere namespace door die routines. Belangrijk is dat stukje configuratie. Want zo meteen ga je het hebben over het configureren van sleutels. Dat is ook een stukje configuratie. En daarmee zet je zeg maar het vertrouwen op in de namespace die je bekijkt. En dat doe je dus nu eigenlijk ook al. Hoe dan ook. Die vraag die gaat naar die recursive nameserver. Die recursive nameserver die weet maar één ding. Als ik wat meer wil weten over het internet, dan weet ik waar de rootservers zijn. Dus ik zet die vraag gewoon door. En die vraag die wordt doorgezet naar de rootservers. En die vraagt aan de rootservers, waar is www.nlnetlabs.nl? Even nog als een zijstraatje. Er zijn 13 IP's voor rootservers. 13 letters. Inmiddels zijn dat door routing tricks vele honderden machines gedistribueerd over de wereld. Dus die vraag die komt uit bij een van die vele honderden machines. En een van die vele honderden machines die kijkt of hij weet of hij een antwoord heeft voor www.nlnetlabs.nl. En zegt nee, dat heb ik niet, maar ik weet wel waar .nl is. En die geeft dan een delegatie terug, een referral, een referentie. Die zegt van nou, als je meer wil weten, recursive nameserver, ga dan naar de nameservers van .nl. Die kunnen je meer vertellen over die vraag die je me net gesteld hebt. Nou, die recursive nameserver die gaat dan naar de nameservice van NL. Die vraagt www.nlnetlabs.nl, mag ik daar het adres van? En daar komt een antwoord terug en die zegt nlnetlabs.nl, weet ik niks van, maar er is een nameserver van nlnetlabs. En daar weet ik wel meer van. Ga daar maar heen. Dat doet die recursive nameserver en die vraagt www.nlnetlabs, heb je een adresrecord en die service van nlnetlabs? Ik zeg, zie je, er zijn er maar twee, je hebt er minimaal één nodig voor elk stukje van het domein. Een van die services die zegt van ja, ik heb een antwoord. Die geeft dat antwoord en dat antwoord dat gaat terug naar de recursive nameserver. En die recursive nameserver die geeft dat terug. Aan de applicatie en de stub resolver. Die stub resolver die zegt aan de applicatie, dit is het adres waar je aan moet binden. Maar die slaat ook al die gegevens op in zijn cache. Dus de volgende keer als er een vraag komt voor een ander domein onder .nl, Coca-Cola.nl, dan weet deze server, ik hoef niet meer terug naar de root,
ik weet dat NL dichterbij zit. Ik kan aan de NL-service vragen, geef mij het adres voor Coca-Cola.nl. En dan komt er iets terug. Even als een zijstraatje. De vragen die gesteld worden, queries heten ze, hè, die zijn eigenlijk altijd bestaan uit drie elementen. Dat noemen we tri-tuple. En daarvan zie je er eigenlijk maar twee hier. Dat is de naam. En dan zetten we de Q-name voor. Want dat is een vraag. Hè? Dus we zeggen heel vaak de Q-name. En dat is het type. Het type resource record wat je nodig hebt. Dat is hier in dit geval een adrestype. Ik wil een adres hebben. Maar er is onderliggend nog een derde ding. En dat is de class. Nou, de class in alle gevallen waar we het hier over hebben, is dat de in-class, de internetclass. Toen de DNS werd ontworpen, was het idee dat je verschillende classes kon definiëren. En in verschillende classes verschillende namespaces kon bouwen. Dat is er nooit van gekomen. Dat is eigenlijk een weeffoutje, een designfoutje. Dat je dat niet makkelijk en goed kunt implementeren. Maar heel af en toe zie je nog wel eens een andere klas voorbij komen. En die andere klas is dan de chaosklas. CH. En die gebruik je bijvoorbeeld als je binnen die chaosklas een tekstrecord wil vragen. Waarmee je de versie van een server wil bepalen. Maar in de praktijk hebben we het altijd over de in-klas. Dus die laat ik weg. Maar het antwoord wat je hierop krijgt, op zo'n tri-tuple, dat is de data-eenheid. En daar kom ik later nog even op terug. Nou goed, we hebben de DNS. Laten we eens kijken naar de tech service. Waar kun je hier de boel onderscheppen? Nou, dat is op nogal wat plaatsen. Bugs en implementation mistakes. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Die zijn van alle tijden. Dat is natuurlijk wel een security issue. Hè? Dat, als je OS-problemen hebt of een implementatie in de software die fout is, dat zijn allemaal dingen die kunnen gebruiken. Daar kun je extern niet zoveel aan doen behalve goede software proberen te kopen en te schrijven. Dat is heel moeilijk. Deze recursive name servers en deze authoritative servers, die kun je kraken, die kun je hacken. Dat is eigenlijk ook weer een OS security probleem. Maar zodra je op een van die dozen zou kunnen inbreken, kun je gegevens veranderen. En tenslotte, als je hier ergens op de wire zit, dus je hebt een router onder controle, of je kunt het verkeer reroteren naar een ander apparaat. En routing security, ik weet niet of jullie het weten, maar dat hebben we niet. Internet routing is, dat is een aanfluiting security daarvan. Daar wordt wel aan gewerkt, maar dat is echt een drama. En je kunt gewoon proberen verkeer te injecteren. Dit is allemaal connection. De DNS bestaat uit connectionless traffic. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon tussenin kan gaan zitten. Nou, daar gaat het zo meteen even over hebben. Maar dat attack service, dat is nogal groot dus. Nou, je kunt je afvragen als je zo'n attack service hebt, wie gebruikt de DNS? Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat gebruik je als je mail stuurt. He, je vraagt aan de DNS waar moet mijn mailtje heen. Althans, dat doet de outgoing mail server voor je, de outgoing MTA. Die MTA die vraagt, die geeft een antwoord terug. Die recursive name server geeft aan de outgoing MTA een antwoord terug. Die zegt, nou, stuur het mailtje maar naar de mail server van de recipient en dan gaat het goed. Nou, dat kun je hacken. Daar zetten we een hacker voor neer. Die hacker die gaat ertussen zitten. En die probeert valse informatie in die recursive DNS te stoppen. Die probeert iets terug te gooien. En als hij wat eerder is met het antwoord. Dus dat, oh, dit ging wat snel. Als hij wat eerder is met dat antwoord. Dan moeten we weer door de animatie heen. Die duurt even. Wat vervelend nou toch. Als die hacker wat eerder is dan het valide antwoord van het internet, dan zit dat verkeerde antwoord in de cache. Dat heet cache poisoning. En als dat het geval is, dan stuurt die mailserver
die stuurt zijn informatie naar een verkeerde mailserver. Die andere mailserver kan dat dan weer doorzetten, zodat je niet merkt dat je mail is gerirouteerd en gelezen. Ja, en dan is lijden in last. Nou, dit werkt natuurlijk ook met voicemail, dit werkt met webservers, dit werkt met van alles. Hè? Nou, wat zijn de eigenschappen waarop dat gebaseerd is? Dit is even een protocol dingetje. Hè? Je ziet weer de stub resolver die vraagt een Q-name, een Q-class, een Q-type, dus een trituppel. In het pakketje zit hier ook nog een ID, zodat die antwoorden die binnenkomen kan onderscheiden van andere antwoorden en goed kan matchen dat hij het goede antwoord krijgt. Die recursive name server die stelt dezelfde vraag aan een authoritative name server en krijgt netjes een naam, een type en een ID terug. Nou, die recursive name server die matcht de uitstending vraag. Met die query ID erin, die matcht die met die inkomende vraag. Als dat een match is, dan vertrouwt hij de hele boel. Ja? Dus we hebben drie data elementen, waarvan er drie gefixt zijn en een ID. Dat is een 16-bits element. En als de attacker weet wat voor vraag eruit staat en hij gaat gokken wat voor, met die ID, dan kan hij er tussenin komen. Want zodra hij een matching ID en een name en een type en een class heeft, dan gaat hij hier tussen zitten en kan hij die informatie doorspelen. En hackers zijn wel in staat om zo'n recursive name server een bepaalde klasse te laten, een bepaalde vraag te laten stellen. Maar dat ID-dingetje, dat hebben ze niet in de hand. Dus dat moeten ze gokken. Nou ja, dat doe je. Dat is een 16-bits value. En als jij heel veel bandbreedte tot je, of niet eens zo heel erg veel bandbreedte tot je beschikking hebt, dan kun je, dan heb je kans dat je eerder bent met je pakketje. Ja? Het is belangrijk dus dat die match goed is, hè? Dat die attacker die match goed heeft. Nou, daar kun je wel wat mee spelen. Maar in het klassieke plaatje is dat eigenlijk je query ID alleen maar. Nou, en er zit er nog één. Je source port. Die kun je ook nog variëren. Nou, was een aantal jaar geleden, voordat iemand van Dan Kaminsky had gehoord, was het een variatie in die query ID. Die ging wel eens mis. Dat werd niet goed gerandomized. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou ja, goed. Gerandomized. Het werd niet goed gerandomized. Je kon echt voorspellen als je een query ID had, dat had je kans 1 op 10 dat je de volgende query ID kon raden. Dat is echt schandalige implementaties. Maar een ander ding wat je kunt variëren is de port waarvan deze vraag gesteld wordt. En voor Kaminsky gingen de meeste waren een groot aantal servers die zeiden, nou, we hebben een source port waar we aan binden, waar we de vragen van krijgen, daar sturen we ook uitstaande vragen vanuit. Nou, als je die varieert, heb je 16 bits meer informatie, want die attacker die moet dan niet alleen die 16 bits ID raden, die moet dan ook nog de source port raden waarop de vraag uitstaat. Hè, dat zijn dingen die je kunt variëren. Dus het goed randomizen van je ID en het goed randomizen van de source port zijn mitigatiemechanismes voor cache poisoning. Dat zijn mitigatiemechanismes die met de Kaminsky attack, waar ik het zo over ga hebben, meer aandacht hebben gekregen. Maar zijn er nog wat mitigatiemogelijkheden? Die heet 0x20, daar ga ik het nu even niet over hebben. In dit plaatje is het zo dat als je eenmaal een goed antwoord op je vraag terugkrijgt, dat antwoord in een cache wordt gestopt. Ja? En in de DNS is het zo dat elk antwoord heeft een TTL. Die TTL die zegt, als cache mag je de data die je van me ontvangt bepaalde tijdspannen bewaren. TTL is typisch iets van een uur of van een dag of zelden van een week. Er zijn implementaties zoals de unbound implementaties die nooit meer dan 24 uur zullen cachen voor bepaalde redenen. Stabiliteitsredenen voornamelijk. Maar die TTL
die bepaalt dus dat als je eenmaal als attacker deze window of opportunity hebt gemist, dat je niet weer een aanval kunt doen. Ja? Want in de cache zit nu het antwoord. En die recursive name server die stelt niet heel snel weer opnieuw een vraag. Die gaat niet weer het internet op. Die gaat niet weer praten met een authoritative server. Totdat die vraag opnieuw uitstaat. Dus als jij een bank bent en je hebt een adres voor je banksite www.ing.nl. En daar heb je een leuke lange TTL op. Dan hebben die attackers die een recursive name server willen aanvallen. Die hebben maar hele kleine windows of opportunities. Namelijk alleen de tijd dat die vraag uitstaat. Dit is cache poisoning zoals hij in het begin van de jaren 80 al bekend was. Steve Belevin heeft er destijds een paper over geschreven. Dat heeft hij in de laag gelegd omdat hij het te riskant vond om dat te publiceren. Dit is een systeem. Eigenschap. Het is geen bug, het is een systeemeigenschap. Het is link, linkersoep. Dat is ook de reden waarom er destijds in de standards community aan DNSSEC begonnen is. Het werk aan DNSSEC dat dateert van de midden jaren 80 al. En toch tot en met mid 2000, midden 2005, 2006, 2007 zeg maar. Vond iedereen, nou ja, dit kan ons allemaal niet zo schelen, want die TTL die redt ons. Toen kwam Dan Kaminsky langs. Je security popstar, zullen we zeggen. En die kwam met een idee. En ik kan het me herinneren, ik was op bezoek bij IEC, de makers van Bind. Die zitten in Redwood City, ergens in de Bay Area, in een oude schuur. En Paul Vixie, die heeft daar in zijn kantoor, heeft die grote bank. En ik lag daar op de bank, uitgeteld van een lange reis. En hij doet de deur dicht en hij pakt een pen. En hij schrijft op het whiteboard, schrijft hij wat ik jullie in de volgende slide laat zien. En ik had zoiets van, ja, waar heb je het eigenlijk over? En toen moest hij het nog een keer uitleggen. Maar de meeste mensen die iets van DNS weten, die hadden direct door, hey, dit is nieuw. Dit is een probleem. En het was eigenlijk zo eenvoudig en zo makkelijk dat het een volledig raadsel is waarom men in meer dan 30 jaar DNS deployment en meer dan 20 jaar nadat Steve Belevin zijn paper had gepubliceerd, hier niet eerder opgekomen was. De truc die Kaminsky in wezen gebruikte is, als je nou de vraag verandert naar iets randoms, met de naam van het ding wat je wil vervalsen. En je geeft een delegatie terug met de zogenaamde glue. Dan zullen nameservers dat accepteren. En de grap is dat ook al zit webcam.com ook al cache je deze random dingen. Als de echte server eerder terugkomt en je cache dit. Dan verander je gewoon deze random string. En dan ga je verder. En op een gegeven moment, dan zal dit adres veranderd worden. En dan zal een server die iets wil weten over webcam.com, de vragen niet aan deze authoritative server gaan vragen, of aan de goede authoritative server, maar aan de slechte site. Dit is de Kaminsky attack. Een verandering van het type vraag. En op zo'n manier dat die TTL je niet meer bijt. Dus je kunt heel snel die vraag veranderen en het antwoord wat je terugstuurt is steeds deze delegatie. En op een gegeven moment ben je de eerste en dan is dat gelukt. Hoe lang duurt dat? Op een lokaal netwerk, dat zeg maar zoals hier, hè, waarbij we volledige bandbreedte hebben. Stel je draait een recursive name server. Zeker een recursive name server die maar één source port gebruikt en die randomization niet goed doet, binnen een seconde. Doe je randomization wel goed, doe je source port goed, gebruik je alle beschikbare poorten, dat is iets wat we in Unbound doen, dan duurt het ongeveer 2,5 dag voordat je succes hebt. Zo grofweg. Dat is 50% kans dat je iets goed hebt.
Maar ja, ga je voor lagere succesrates, dan kun je gewoon even schieten. En je loopt weer weg en dan blijf je onder de radar van een intrusion detection systeem. Kijk, als jij 2,5 dag moet lopen schieten, data in moet lopen schieten, en dat is gewoon de volledige pijp gebruiken die je tot je beschikking hebt, dan ga je niet onder een goed intrusion detection systeem. Dat wordt niet gemerkt. Maar als je af en toe blast, dan heb je kans dat je succes hebt. En ja, dat is return on investment. Hoe lang kun je wachten? Hoe vaak mag je schieten? Waar mag je op schieten? En als je een grote recursive name server hebt waar veel klanten achter zitten, dan heb je kans dat je met één of twee grote schoten zeg maar binnen bent. De vraag is een beetje, zijn dit soort attacks, zie je die? En dan is een andere vraag, zou je ze onderkennen? Draai je een intrusion detection systeem op je DNS-infrastructuur, op je recursive name server-infrastructuur? Zodat je ook echt ziet dat er ineens een bulk data naar binnen komt. Ik weet het niet, sommige mensen doen dat niet. Dat is gewoon een authoritative server, dat ding dat draait wel. Stel je voor dat zoiets gebeurt, zou je onderkennen dat het gaat om een attack? De recursive name server wijst in plaats van het NRC, wijst die ineens naar de Volkskrant. Dat is toch vreemd? Ja, dat kan gebeuren. Dat is toch vreemd? Maar als jij een sysadmin bent en je ziet dat en je flusht de cache en daarmee is het afgelopen en wijst de site van de Volkskrant weer gewoon naar de Volkskrant in plaats van het NRC en die van het NRC naar het NRC, is het probleem toch opgelost? Zou je dat vertellen? Zou je naar management stappen? Ik denk het niet. Het probleem is opgelost. Klanten zijn weer blij, we gaan weer door. Het is veel te druk. Waarom zouden mensen de DNS aanvallen? Je kunt ook op andere manieren infrastructuur naar binnen. En dat is ook zo. Het is vaak veel makkelijker om een virus te installeren op een eindgebruiker door een phishing scam of iets dergelijks dan de DNS aan te pakken. Maar heb je de DNS, dan heb je ook een stuk infrastructuur te pakken en kun je dus meer gebruikers onder handen nemen. De DNS wordt namelijk inherent vertrouwd. Waarom zou je eigenlijk de DNS aanvallen? Nou ja, follow the money. Waar gebruik je de DNS voor? Organiseren van je leven, je belastingformulieren, je weekly security update. En ik moet toegeven, heel veel security mechanismes zijn tegenwoordig prima in orde. Maar een paar jaar geleden was het zo dat je door het onderuithalen van de DNS een Java security update ergens anders vandaan kon halen. Gewoon je Java update, je Java virtual machine ergens van een andere plek wegdrukken. Ja, dat is toch link. Huh? Maar ook dingen die inherent niet secured worden, die door andere mechanismen zoals SSL of TLS, dus de hogere laag security. Kijk, je banksite, daar zit een certificaat op. En de meeste mensen, ja, nou laat ik zeggen, een jaar geleden zou ik zo zeggen, de meeste mensen die vertrouwen certificaten. Een jaar geleden zouden we dat nog gezegd hebben, maar goed, minister Donner is daar niet meer van overtuigd. Maar je krant is niet protected. Dus het draait niet over HTTPS. Terwijl heel veel mensen beslissingen nemen over berichten in kranten. Dus op het moment dat ik een krantenartikel kan faken, heb je kans dat ik bijvoorbeeld beurskoersen kan sturen. Als ik in de New York Times zeg dat Griekenland failliet is, nou, dat is een geloofwaardig verhaal. En als ik dat nieuws kan brengen op mijn bepaalde tijdstip, nou, dan kan ik iets mee doen. Hè? Dus ja, wanneer is het waard om de DNS aan te vallen? Security gaat altijd over economie. Dus dat is altijd een kosten-benefit-analyse vanaf het perspectief van de aanvaller. De kosten die hij nodig heeft om iets aan te vallen versus de opbrengsten.
En je kunt je dus afvragen, hè, al die dingen die je net beschreef, die echt belangrijk zijn, daar zit toch SSL overheen. Maar laten we niet vergeten wat de SSL's doen. Hè. Dus de rol van een SSL is een third party trust broker. Je hebt een subject, die komt bij een registration authority. Die registration authority die controleert allemaal meuk. En als het goed is, zegt hij tegen de certification authority, ja joh, je kunt het invoeren, je kunt een certificaat bakken, je kunt iets tekenen. Nou, je ziet het al, er staan hier allemaal mannetjes in. En mannetjes, die zijn duur. Hè? Daarom is het systeem zoals het hier beschreven is een extended validity certificaat wat je hierin krijgt. Nou, zo'n extended validity certificaat krijg je een groene balk boven of een groen tekentje of iets dergelijks. Maar in de praktijk heb je domain validity, want al deze mannetjes, die zijn duur. Dat zei ik net al. Hè? Dus je gaat automatiseren. Dan krijg je domain validation. Gaat eigenlijk zo, hè? Subject zegt, kun je voor mij, voor example.com kun je alsjeblieft een certificaat maken. Je certificaat, de registration authority aan de certificatiezijde stuurt een mail naar een well-known address. Root@example.com of iets anders, webmaster of iets dergelijks. Of kijkt in een Whois database. Of kijkt of er al een SSL certificaat is. Gebruikt geautomatiseerde checks die gebaseerd zijn op de DNS. He? Mail is een DNS-mechanisme. Oh, dit is nog voor van een oude slide set. Die hoort er niet bij. Een van de oplossingen die je hiervoor kunt bedenken is een innovatie die op dit moment gestandardiseerd wordt en die heet DANE, het DANE-protocol. Daarbij kun je in de DNS aangeven dat als jij al een sleutel hebt, dat een andere certificate authority die sleutel niet mag uitgeven. Dan heb je een apart trustkanaal waarin met DNSSEC een certificate authority kan kijken, hé, daar mag je niet heen. Dat zijn innovaties die je kunt bouwen op DNSSEC. Dus DANE is hier een oplossing voor. Extended Validity Certificates, daar heb je echt iets aan. Want daar is ook een mannetje die heeft al van allerlei dingen bekeken. En daarmee heb je ook echt een notariële liability chain, zullen we maar zeggen. Nou, goed. Even nog terug naar dat plaatje. Dit is hetzelfde plaatje als net met die aanvalsvectoren. Dit is een plaatje dat zul je wel vaker terugzien deze dagen. In wezen heb je infrastructuur, dat is deze kant, en je provisioning. Als we het hebben over DNSSEC, dan hebben we het niet over provisioning. Dat is wel belangrijk. Nee, waar we het over hebben is dat we op het moment dat je de provisioning verlaat en de DNS ingaat, dus je data publiceert in de DNS, op dat moment ga je DNSSEC toepassen. Dus op dit kruispunt van deze lijn gebeurt iets waardoor je DNSSEC aanzet. Waar je dan tegen beschermt zijn man-in-the-middle attacks, server vulnerabilities, dus mensen die inbreken op authoritative servers en daar data veranderen. En allerlei andere spoofing mechanismes. Dus host security, hier pas je ermee aan. Kun je in ieder geval onderkennen dat er iets mee gebeurt. En je weet dat het vanuit een registry komt. Dus de data die in de DNS wordt gestopt, komt van een bepaalde partij. Dat is wat je weet. Je weet dus niet of de data goed is. Goed. We hebben het dus net gehad over al die beveiligingen. Ik ga zo meteen in een ander blok praten over hoe DNSSEC dan werkt. Maar even terug naar hoe kun je nou, voor mensen die niet in DNSSEC geloven, hoe kun je nou zo hoog mogelijk beveiligingsniveau bereiken? Nou, ik had het al even over port randomization en dergelijke. Nou, daar ga ik nu even wat verder op in.
goede recursive name server die zorgt er in de eerste plaats voor dat cache management goed gaat. Dat die bepaald vertrouwen geeft in informatie die hij van het internet afkrijgt. Hij vertrouwt bijvoorbeeld, als je kijkt naar die delegaties, vertrouwt hij het kind meer dan de parent. De parent geeft, die zegt op een gegeven moment, hier moet je heen voor de nameservers. Die hebben een bepaalde adressen. Dan gaat het kind naar, gaat de resolver naar het kind toe. En die vraagt dan aan het kind, hè, dus je gaat van .nl naar Nelnet Labs. .nl weet, er zijn een aantal nameservers met adressen voor Nelnet Labs. Die geef ik aan de recursive nameserver. De recursive nameserver die kan op een gegeven moment andere adressen krijgen van de kinderen. En die kinderen weten eigenlijk wel veel, veel beter waar hun spullen staan dan natuurlijk de parents. En dat wordt dan overschreven, maar wel op een slimme manier. Hey, goh, Bob, leuk. Ja. Ik had je niet verwacht hier, maar dit is toch gesneden koek van jou allemaal. Ja, maar het is gewoon leuk om het allemaal weer te zeggen. Stel jezelf even heel snel voor. Hallo, ik ben Bob van der Kamp, ik kom van het NCSC. En ja, ik ben daar als lid van het security team werkzaam. Nou, wat je doet is, je kijkt, en ik ga helemaal niet in de details, maar een moderne resolver die kijkt dus gewoon wat hij krijgt, is dat veilig, wat voor informatie is authoritative, wat is ander materiaal, wat ik nodig heb en welk materiaal kan ik nou eigenlijk weggooien, wat moet ik per default niet vertrouwen. Als ik een antwoord krijg, een pakket met allerlei extra informatie, dan gooi ik eigenlijk zoveel mogelijk weg. Ik gebruik eigenlijk alleen maar waar ik om gevraagd heb en wat ik in de toekomst nodig heb voor het goed werken. Nou, dat wordt hier allemaal beschreven, daar ga ik allemaal niet op in. Dat hoeft ook niet. Het andere is entropie. Je moet een goede source van randomness hebben. Dat is nodig omdat je anders die identifiers, die query identifiers niet kunt veranderen. Op een niet voorspelbare manier. Nou ja, daar gebruiken we Arc4Random voor. Dat is voor dit purpose is dat goed genoeg. Totdat er misschien iemand langskomt en zegt dat kun je beter anders doen. Maar we hebben daar wat onderzoek naar gedaan en we begrijpen dat dit het beste is. We gebruiken de echte entropie van het OS, dus inputs van interrupts, van disks en weet ik veel wat, waar dat allemaal vandaan komt, gebruiken we als seed voor deze methode. We gebruiken alle 16 bits van de query ID, we gebruiken alle 16 bits van de ports in randomization, maar wat we daar eerst voor doen is we nemen de IANA port table, we zeggen nou die zijn allemaal in gebruik, daar moet je maar niet aankomen. En dan gaan we ook nog eens kijken of het host OS op een port luistert voordat we hem proberen te gebruiken. Dus daar zijn we wel een klein beetje voorzichtig mee. Als het host OS iets nodig heeft, dan kunnen we daar niet tussen gaan zitten natuurlijk. Maar voor de rest is alles wat we kunnen pakken aan ports, dat gebruiken we. Toen de Kaminsky attack uitkwam, toen was de recommendation aan vendors dat ze zoveel mogelijk poorten zouden gebruiken. En er waren implementaties die toen hebben gezegd, ja, we kunnen niet meer dan 1024 poorten gebruiken. Ja, dat geeft een heleboel minder randomization mogelijkheden. En betekent dus dat in plaats van 2,5 dag, je binnen een paar uur, een uur of 10, een hack kunt plaatsen. We kijken naar verschillende IP-adressen als dat kan. We doen iets technisch dat heet RTT-banding. We proberen zo dicht mogelijk bij te blijven, maar binnen die band van tijd die nodig is om een query terug te kijken, pakken we ook nog random authoritative servers, zodat dat ook weer iets is waaraan gematcht moet worden. 0x20. 0x20 is een beetje een hack. Ga ik toch even vertellen, want hij is wel leuk.
Dus je hebt die poorten, je wil zoveel mogelijk randomness krijgen. En je wil zoveel mogelijk willekeur introduceren die een attacker zou moeten raden. Nu is het zo dat de specificatie heel klein beetje vaag is, maar het lijkt dat de bulk van de implementaties het volgende doet. Als jij een vraag stelt, zeg maar voor ngndnsschool.org, dan krijg je daar een antwoord voor. Nou is de DNS is case insensitive. Als je dit allemaal in hoofdletters zou schrijven, krijg je hetzelfde antwoord voor. De meeste implementaties die nemen wat jij als vraag stelt, en dat kopiëren ze direct. Die gaan niet upper of lower casen, die kopiëren wat jij als vraag stelt. Dus als jij hier een random patroon overlegt, zeg 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0, ik geloof dat ik ze daar allemaal heb. Dit is je random patroon. Dan ga je een query doen, die ziet er zo uit. Hoofdletter N, hoofdletter G, hoofdletter D, kleine letter N, S, hoofdletter S, C, H, O, O, L. Er zit er nog eentje bij. O, R, G. Dus wat we nu hebben is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bits aan extra random data die een attacker moet raden. Want die moet precies raden hoe jij je query hebt uitgezet op het moment dat hij hem wil spoeven. Is iedereen nog bij? Want dit is een trucje. En dit trucje blijkt te werken. Het is niet standaard, het blijkt te werken. Daarom staat het bijvoorbeeld default uit bij NSD, bij Unbound. Want het kan zijn dat je op een gegeven moment een server raakt die het niet doet, die wel kritisch is. Maar dit zijn dus mechanismes om zonder DNSSEC je beveiligingsniveau op je recursive name server te verhogen. En ik zal eerlijk zijn, er zijn veel mensen die zeggen dat is voldoende. Want die kijken eigenlijk alleen maar naar die man-in-the-middle attacks en die cache poisonings. Die kijken niet naar andere systematische problemen, zoals routing attacks of compromise of authoritative servers. Ja? Dus hoe dan ook, gebruik een moderne recursive name server als je op het internet begeeft. Dat is de wijze les. Dat beveiligt je ook voor al die sites die geen DNSSEC doen. Ja, goed, en dat is allemaal, hoe heet dat, ander spul. Uiteindelijk zijn dit soort mechanismes natuurlijk een wapenwedloop. En de echte oplossing is DNSSEC. Heel kinderachtig gezegd, wat doet DNSSEC? DNSSEC geeft neemt je DNS-message, dus het antwoord wat je terugkrijgt, stop dat in een transparante envelop en plak daar een zegel op met een stempel, met een identity erop. Dat betekent dat je integriteit kunt trekken, integriteit, god, ik stommel even over mijn woorden. Integriteit kun je controleren, want die envelop die is niet open geweest, dus dat briefje wat erin zit, daar heeft niemand iets bijgekrabbeld of weggegumpt. Integriteit kun je controleren en je kunt zien waar dit bericht vanaf komt. Wie dit bericht in de envelop heeft gestopt. Dat is eigenlijk wat je doet. Een andere metafoor werkt niet. De metafoor waarbij je een zegel plaatst op een bericht. Dat is zo'n notarieel zegel of zo'n koninklijk zegel. Dat is een statement over de inhoud van het bericht. De koning of de notaris zegt dat wat op dat papiertje staat, dat is ook echt zo. Nee, dat doen we niet. Stop het papiertje in de envelop vanuit het provisioning systeem, ongeacht wat erop staat. Dus als de provisioning niet in orde is, dan krijg je het verkeerde bericht. Als jij als provisioner, als .nl zegt, ik heb voor Coca-Cola.nl heb ik een bepaald adres. En ze stoppen dat in een envelop en dat is fout. Dan zal DNSSEC daar niks aan veranderen.
En dat is ook niet wat, wat dat zegel betekent. Van ik heb dat goed gedaan. Daar zijn andere processen voor. SIDM wordt al geacht om dat goed te doen. Die zijn gecertificeerd en die worden af en toe bekeken. Dit soort zegels, notariële zegels, brengen dus geen integriteit. Die geven wel iets van authenticiteit en berichtvalidity. Nou, zoals ik net al zei, waar stop je het in de envelop? Dat doe je ergens op die grens tussen waar je publiceert in de DNS en waar het uit het provisioning systeem komt. En de controle, die doe je op de recursive name server. Dat kan vandaag al. Er zijn ook al een aantal partijen die dat doen. Hè. T-Mobile als voorbeeld. Nog liever wil je dat laten controleren door de applicatie. En als dat niet lukt, door je host OS. Je wil DNSSEC zo dicht mogelijk bij de applicatie brengen. Dan heb je er het meeste aan. Goed. Dan gebiedt de eerlijkheid mee te zeggen dat dit allemaal werkt, tot en met hier. En dat we eigenlijk de eerste stappen zijn aan het zetten zijn om het op de hosts te krijgen. En dat we nog lang niet zover zijn dat het in de applicaties zit. Er zijn voor Mozilla en voor een paar browsers zijn er wel plugins. Maar het is nog niet commonplace, zullen we zeggen. Dat is iets waar het internet heen moet. Waar we nu mee bezig zijn, is een technologie waar het hele internet mee op een hoger plan kan komen te staan. Het is infrastructuur. Het zijn goede elektriciteit en goede waterleidingen. En dat we nu nog niet, dat we hier heet water krijgen en hier nog niet, dat is niet zo van belang. Dat er hier heet water komt, dat is zeker. Dus dat is de status van waar we nu zijn, conceptueel. Nou, hoe doen we dat? Public key crypto, dat is wat we gebruiken voor het zetten van die handtekeningen. Voor die enveloppen, zullen we zeggen. Public key crypto heeft eigenschappen. Private key, public key en je zet handtekeningen. Nou, die private key die hou je private. Die public key die publiceer je in de DNS met een DNS key record. De signatures publiceer je ook in de DNS met een RAR-record. Dan heb je nog twee esoterische dingen nodig om denial of existence te kunnen doen. Daar kom ik zo meteen op terug. En DS-records voor delegatie. Maar zoals gezegd, daar kom ik zo meteen op terug. Ik wil eerst even een ander mechanisme aanraken, een ander cryptografisch mechanisme, wat ook onder de noemer van DNSSEC valt, maar het eigenlijk niet is. Goh, dat is een beetje dubbelop, hè? En wat we, ik vang dat achter onder de noemer Securing Host-to-Host Communication. Het mechanisme wat we hiervoor gebruiken is TSIG. En wat je met TSIG kunt beveiligen, is de communicatie tussen twee hosts die elkaar al van elkaar weten en die elkaar al kennen. Bijvoorbeeld dynamic updates. Of de communicatie tussen het provisioning systeem door dynamic updates met de master server. Ik gebruik trouwens de termen master en primary en slave en secondary helemaal door elkaar. Dus laat je je daar niet door verwarren. De communicatie tussen de primary en de secondary, dat zijn bekende relaties. En die kun je door het zogenaamde TSIG mechanisme beveiligen. In theorie kan dat ook hier aan deze kant, waardoor door je applicaties te laten praten met recursive name servers. Maar in de praktijk komt dat niet voor, omdat dat niet schaalt. Want wat zijn TSIGs? TSIGs, dat zijn transaction signatures,
De specificaties RFC 2845 is al meer dan een jaar of 10 oud. Misschien is het al 15 jaar oud. Werkt dus ook gewoon als een tierenlier. Ik geloof dat in Windows wordt het gebruikt voor dynamic updates de hele tijd. Ja, sinds 2000. Werkt als een tierenlier, precies. Nou ja, goed, maar sommige mensen weten dit niet. En zeker in de Unix-wereld, als je secondary en slave service met elkaar laat praten, is dit eigenlijk een moetertje. En wordt niet veel gebruikt. Daarom laat ik het even zien. Werkt met one-way hash functions. Die kun je samen met een shared secret kun je die gebruiken voor... voor authenticatie en integriteit. Wordt geen confidentiality geboden. Dat is eigenlijk wel in alle systemen is het zo. Confidentiality is een aspect wat in DNSSEC niet wordt geadresseerd. Vandaar die transparante envelop trouwens. En het is een configuratieding. Het zit niet in je zone files. Je moet het configureren. Wat er gebeurt is dat je shared secret samen met de vraag of met het antwoord gecombineerd met een timestamp wordt versleuteld tot een handtekening die je kunt controleren. En de timestamp die zit daarin omdat je anders replay attacks mogelijk maakt. Dus dat iemand een dynamic update opneemt en die de volgende dag weer afspeelt. Typisch is, en dat is in Bind is het hard gecodeerd, 5 minuten. Dat betekent dat twee machines die DNSSEC met elkaar willen doen, of die TSIC met elkaar willen doen, en DNSSEC geldt dat ook, gecoördineerde tijd moeten hebben. Dezelfde tijd moeten lopen, anders gaat het mis. En de slack daar is 5 minuten. Nou, dit hoef ik je niet te laten zien. Het is eigenlijk van, ja, wat gebeurt er nou in het pakket? Je hebt een key voor geconfigureerd aan twee kanten, je shared secret. Wat je doet als je een AXFR hebt, je genereert een signature, die wordt gecontroleerd. Nou, de respons die komt weer terug, ook weer met een signature. En als je dat allemaal kunt controleren, weet je dat het in ieder geval afkomt van iemand die diezelfde key in zijn bezit heeft. Nou, om dat te configureren moet je die secrets genereren en die moet je communiceren. En je moet je zones configureren en testen. Nou, daar hoef ik niet overheen. Dit is misschien nog wel het moeilijkste. In theorie kan dat een USB-schrijfje in registered mail zijn. Het kan opgelepeld worden over de telefoon in Bubble Babble. Je zegt het maar. Hier hebben we het al over gehad. Replay attacks en die hardcode van 5 minuten. Als je dit configureert in het lab, dan zie je heel vaak dat mensen problemen hebben met tijdzones. Al die tijden zijn UTC. Dus als je iets gaat controleren, met Unix zeg maar, dan moet je zorgen dat je de UTC-tijden met elkaar vergelijkt. Hè, als je hier... in zomertijd zit en de buren die hebben het allemaal nog niet ingesteld of zo, krijg je allemaal hele nare problemen. Zorg ervoor dat die twee systemen dezelfde datum gebruiken. En eigenlijk wat je wil is NTP-synchronisatie voor je klokken. Dus overigens wel een attack vector dan. Voor denial of service capabilities, zullen we zeggen. Want als je de NTP-klok verklooit, zeg maar, dan heb je een denial of service, omdat die twee machines niet tegen elkaar kunnen praten. Dus overigens sowieso een denial of service, ook voor gewone DNSSEC, waar we het nog over te praten kunnen krijgen. Als iemand de NTP te pakken heeft en je tijd kan veranderen, dan heb je een probleem. Maar het probleem dat is niet alleen de DNS, zou ik zeggen. Als iemand je tijd kan veranderen, heb je meer problemen dan alleen de DNS. Er zijn wel beveiligingsmechanismes voor NTP, maar daar weet ik het fijne om eerlijk te zijn niet van. SIG0 wil ik even noemen. SIG0 is de public key variant van TSIG, waarbij je de DNS gebruikt om de sleutels
te publiceren en met DNSSEC die sleutels kan valideren, waarna je daarna je gesigned pakketten kan sturen. Nou ja, goed. Windows-gebruikers hoef ik dit niet te vertellen. Maar voor jongens die Macs hebben of een publieke DNS en die gewoon willen aansturen, er zijn leuke tooltjes voor. Hier hadden we het over gehad. Deze staat er nu twee keer in, dus daar ga ik overheen. Dat is een kopieerfoutje. En daarmee heb ik eigenlijk het begin, zeg maar de basis gelegd. We gaan zo meteen in meer detail in op DNSSEC-mechanismes. Maar voor nu zijn er vragen.